Goedemorgen, hier bij Annapolona. Klaar voor de 12e etappe van het Nederlands Kustpad. Loop lekker mee, die kant op. Dat was echt niet meer dan een paar honderd meter in Annapolona. We zijn er alweer uit. Gelukkig gaan we deze drukke weg achter ons laten. De tijd is nu 9:09 en de datum is 10-10-2020. Prachtig. Ik loop hier ondertussen in het zonnetje, terwijl de hele dag regen is voorspeld. We gaan wel zien hoe het uitpakt. Prachtige stolboerderij. Zoals we hier heel veel staan in Noord-Holland. En ondertussen lopen we nog steeds op dezelfde rechte weg. Nog niet veel variatie. Ik heb intussen een mutsje opgezet. Het is best fris met die koude wind op je oren. Vooral op die open vlaktes die we hier hebben. Nergens beschutting. We zijn hier bijna aan het einde van deze rechte weg. Leuke blauwe huisjes. Van Ewijksluis bereikt. Ewijksluis, en zoals de naam al doet vermoeden, er zit hier een sluis met dikke deuren richting het Amstelmeer. Het Wieringerveerhuis, de laatste plek die eraan herinnert dat hier in de Ewijksluis vroeger de veerpont was richting het eiland Wieringen. En van de Ewijksluis voer men dan met de veerboot en later met de postboot richting de Houkes. De dijk gevonden bij Ewijksluis. En via deze dijk moet ik richting de Houkes. Daar waar die auto's rijden. Dat noemen ze tegenwoordig de kleine afsluitdijk. De verbinding tussen het vasteland, om het zo te zeggen, en het eiland Wieringen. Wat daarmee geen eiland meer is geworden. En de kleine afsluitdijk was een oefening voor de grote afsluitdijk. En Ewijksluis verlaat ik weer. Zitten. Even van het uitzicht genieten. Het plankje is niet meer in gebruik. Dus... Het Waardkanaal. Een stuk regenboog. Het Noord-Hollandpad loopt hier ook. Ondertussen zachtjes beginnen te regenen. En ik mag hier overheen zitten komen, zonder plankje. Flinke wind hier aan de oostkant van het Amstelmeer. Ik heb de zuidkant bijna helemaal afgerond. En ik kom hier bij de Houkes. Hier de haven. Ook weer een sluis, alleen deze is dicht. Even kijken. Is dit het waar ik moet zijn? Zo te zien wel. De Houkes, Wieringen, voormalig Wieringen eiland en daar café De Postboot. En wij gaan zo weer die kant op. De Houkes alweer uit. Hier het pad in. Een gezellig plekje. Holmer Kruisweg
varkensgrasweg. Kijk wat een leuke laan. Het lijkt wel een tunnel. Je loopt onder een tunnel van bomen. Langs de provinciale weg N99. Oh, de markering staat op de trap. Maar hoe kom je daar? Ja, dat wordt even omlopen. Zo dan. Aan het eind van het tunneltje is Hippolytushoef. En hier eindigt deze 12e etappe. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meelopen. Tot de volgende keer.